We zijn nu een coronapas, twee prikken, lockdowns, mondkapjes, avondklok, zelftesten, afstand houden, handen wassen, boosters, spoedwet en uitsluitingen. Zo ver zijn we verder. En hoeveel zijn we nu daadwerkelijk opgeschoten? Geef daar eens antwoord op. En misschien nog wel een belangrijkere vraag. Hoeveel zijn wij kwijtgeraakt? Hoeveel zijn wij aan vrijheden, aan gezondheidsschade kwijtgeraakt door alles wat ik zojuist opsomde? En wat blijkt nu ook nu? De media die naar buiten komt met het gegeven dat 10% van alle mensen die volledig geprikt zijn geen boosterprik willen. 10% wil geen boosterprik. Dus dat zijn de mensen die zoiets hadden. Hey, jullie is mij vrijheid beloofd in het verschiet. Het zou jarenlang werken. Ik zou mijn vrijheid terugkrijgen. En nu word ik gedwongen, omdat anders mijn QR vervalt, om een booster en wellicht eindeloos boosters te blijven nemen. En die 10%, wie zegt dat het klopt? Ik heb het gevoel dat het aantal mensen die volledig geprikt is en die nu zegt van ik wil geen boosterprikken meer, niet 3, niet 4, niet 5 en zeker niet elke 9 tot 12 maanden om gechanteerd te worden om maar een geldig vinkje te houden, dat die groep veel en veel hoger is. Ik denk dat het veel meer is dan 10%, want in al die berichten die ik heb gelezen over 10%, 1 op de 10 van de Nederlanders die volledig geprikt zijn wil geen boosterprik, waar is dat onderzoek gedaan? Onder wie is dat gedaan? Door wie is dat gedaan? Onder hoeveel mensen? Wat voor soort mensen? In welke leeftijd? Dus het is zo'n ontzettend onnozel onderzoek wat er hier wordt gepresenteerd. 10% wil geen booster brengen. Ik geloof heilig met de kennis en de wetenschap en alles wat er nu naar buiten is gekomen aan informatie, ook van andere virologen, van artsen, dat de naïviteit nu toch wel doorbroken is. Dat er voldoende mensen in Nederland zijn die zich niet meer laten chanteren om eindeloos maar te blijven prikken en op die manier gechanteerd worden om een geldig vinkje te behouden. De berichten die voorbij komen met lange rijen aan mensen die wachten op de boosterprik. Wat zie je nog meer? Een bericht, je kunt voordringen. GGD treedt niet op, wil geen politie spelen. Voordringen voor de boosterprik is mogelijk. Mensen vallen over elkaar heen op die booster. Mensen gaan naar Frankrijk toe om die boosterprik te halen. Hoeveel propaganda is er nog nodig om dat te doorzien? Ik bedoel, maanden geleden ging dat toch ook zo over de eerste prik. Toen Hugo de Jonge letterlijk zei van letterlijk, en dit is niet overdreven, letterlijk, op is op, zolang de voorraad strekt. En als je er niet snel bij bent, moet je achteraan in de rij sluiten. Dan is het maar de vraag of er nog wel een prik voor jou beschikbaar is. Gebeurt er nu precies hetzelfde op deze manier? Dat je een soort framing creëert, een soort van idee dat mensen allemaal blind aan het wachten zijn op die prik en de paniek losbreekt, want mensen zijn ontevreden over het coronabeleid, maar niet zozeer omdat de maatregelen, maar omdat er te weinig maatregelen zijn en omdat die boosterprik niet snel genoeg komt, dat mensen nu naar het buitenland moeten om dat te halen. Dit is inmiddels toch wel te doorzien. En waar we heel alert over mogen zijn, als straks al die mensen, waarvan ik geloof dat het veel meer is dan die 10%, als die straks zeggen, nee, ik wil het niet meer, die mensen zijn straks dus geregistreerd, naar alle waarschijnlijkheid, als niet geprikt. Wat gebeurt er als die mensen die nu zeggen, nee, ik heb 2 prikken gehad, ik wil er niet nog één, als die mensen straks op de IC komen, als die mensen straks komen te overlijden, staan zij dan geregistreerd en worden zij in de media naar buiten gebracht als de niet-geprikte die zorgen voor een druk of die ervoor zorgen dat de mortuariums overvol lopen. Want weet je hoe dat heet? Dat heet datamanipulatie. Dat is simpelweg datamanipulatie als dat op die manier wordt ingezet. En daar mogen we heel alert in zijn. Sterker nog, ik denk dat het moet leiden tot kamervragen. Hoe wordt dat straks geregistreerd als al die mensen, miljoenen waarschijnlijk, straks zeggen ik wil geen boosterprik op het moment dat zij ziek worden of komen te overlijden. Hoe worden zij geregistreerd? Worden zij geregistreerd als wel geprikt of als niet geprikt? En wat doet dat met de statistieken? Dan denk ik ook van de vraag die je jezelf af mag stellen. Heb jij je ooit 3 keer in een jaar laten prikken
voor een ziekte die je nog steeds kunt krijgen en nog steeds door kunt geven? Hoeveel van die prikjes zijn er nog nodig voor jezelf om kritische vragen te stellen? Of in ieder geval kritisch te zijn van, hey, is dit wel de weg die wij met z'n allen in horen te slaan? Hebben we niet een verkeerde afslag genomen? Moeten we ook naar andere zaken kijken? En dan nu, op dit moment, ook de kinderen vanaf 5 jaar. Dat we kinderen vanaf 5 jaar al laten te prikken. Waanzin ten top. Hoe kan het nou zijn dat je nog steeds zo blind daarop vertrouwt dat nu zelfs dus de kinderen dat moeten doen? En dan zeggen de mensen, ja, maar vertrouw nou op de wetenschappers. Vertrouw nou op het RIVM dat die met die informatie naar buiten komt. Maar herinner je dan ook de berichten van destijds? In het AD, wat stond, het bewijs dat je na je prik het virus niet meer kunt doorgeven. Het is dus bewijs van de Amerikaanse RIVM, werd breed in de media uitgenomen. Het bewijs dat je na je prik het virus niet meer kunt doorgeven. Het bewijs was dat. Het bewijs. Dus vraag je af, wat is bewijs nog? Wat stelt dat voor als dat vanuit een onderzoek naar buiten wordt gebracht en gepresenteerd wordt van het bewijs is er nu? Neem je dat klakkeloos aan of zie je in dat er enorme flaws, dat er enorme onzekerheden, dat er scheuren en onzekerheden in die wetenschap zitten en dat lang niet alles duidelijk is en dat we veel kritischer mogen zijn en niet zozeer die propagandamachine op onze kinderen moeten loslaten. Want dat wordt er nu benoemd, je doet het voor opa en oma. En opa en oma is een propagandaterm voor ouderen. En wanneer je spreekt over ouderen, ja, dat is niet tastbaar. Dat brengt geen emotie met zich mee. Maar op het moment dat je spreekt over opa en oma, dan doe je een moreel beroep op de kinderen. En ik denk en ik geloof dat dat misdadig is. Om onze kinderen, op onze kinderen, een moreel beroep te doen om opa en oma te beschermen. Nee, laat de kinderen met rust. Opa en oma kunnen een prik nemen. En als die prikken zo geweldig zijn en de uitweg zijn tot de crisis, dan zijn opa en oma beschermd. Maar laat de kinderen met rust. En alsjeblieft, laten we als samenleving gewoon heel kritisch worden. Willen wij booster na booster na booster gaan nemen? En ik heb vertrouwen. Ik heb echt vertrouwen in datgene wat ik net al zei, aan alle informatie die er naar buiten komt, dat we tot een punt zijn gekomen, of ik overschat de mensheid, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, dat we nu tot een kritisch punt zijn gekomen dat mensen veel meer dan die 10% straks zegt van, hey, maar ik ga niet meer mee in die waanzin. En als je het dan hebt over gehoorzaamheid, denk ik nog steeds altijd, blijf alsjeblieft altijd, altijd kiezen voor menselijkheid boven gehoorzaamheid. Blijf kiezen voor menselijkheid boven gehoorzaamheid.